Gerrit, het valt mij op dat je altijd heel dicht bij Joke in de buurt bent. Waarom doe je dat? Nou, je zou kunnen leiden. Ik wil niet alleen maar één zijn. Dus dan wil ik wel iemand bij hebben. Samen daarmee verder gaan. En doe je dat bewust of gebeurt dat gewoon? Nou, dat weet ik niet eens. Nee. Dat weet ik niet eens. Nee. Ik loop er maar achteraan, denk ik. Ja. Dat doe je ook. Ja. Klaar. Wil je dat even wegzetten? Waar? In de witte kast. Nee, daar. In de woonkamer. Gerrit. In de woonkamer. Hier, in die witte kast. Hier. Daar, ja. Ja, maar niet in de laadjes. Gewoon het andere deurtje moet je hebben. Ja, daar. Gerrit heeft steeds meer zorg en begeleiding nodig. Hij is nu geen 2, maar 4 dagen en nachten per week in het verpleeghuis. Het is toch veel een kwestie van loslaten, leren loslaten, en ook erover kunnen praten. En ik, als ik naar dit jaar kijk, ik ben in juni voor het eerst bij jou gekomen. Ja. En toen die maanden daarvoor, toen ging het met Gerrit natuurlijk steeds slechter. En toen heb ik het heel zwaar gehad. Mm. En dat was toch mijn laatste stuk van loslaten. Als ik zeker zou weten dat ik geen strafblad zou krijgen, dan zou ik hem helpen. Ja. Dan zou ik hem echt helpen. Hm. Werkelijk waar. Ja. Want ik vind dit zo verschrikkelijk, deze ziekte. Zo mensonterend. Ja. Kan ik niet. Ja, ga maar zitten. Kan ik niet. Ga maar zitten. Kom. Gerrit wordt depressief, krijgt angstaanvallen en gaat hallucineren. In het verpleeghuis probeert men door rustgevende medicatie en veel aandacht zo goed mogelijk voor Gerrit te zorgen. Joke gaat zolang het kan met Gerrit wandelen op voor hem bekende plekken. Weet je nog wat je een dinsdag tegen me zei? Wat weer? Een dinsdag toen ik bij je was. Dat ik. Weet je nog wat je tegen me zei toen? Dat weet ik niet. Ja, ik wil dood. Hoe zeg je? Toen zei je tegen mij, ik wil dood. Zei ik dat? Ja. Wil je niet meer? Nee. Nee.